Ik loop meteen even door, als jullie het goed vinden, naar Roy. Dag Roy. Goedemorgen. Is Paas een bijtje gehad? Ja, er zaten geen eitjes bij vandaag, maar ik had het gisteren al een voorproefje opgenomen. Wij lazen op Twitter dat jullie vanochtend de gymnastiek op Nederland 1 of Nederland 2 hebben gekeken. Met Olga Commandeur, wat was het? Ik weet niet of het met Olga Commandeur was, maar ik denk het haast wel. Maar... Heb je meegedaan met het hele team? Ja. Het stond op toen we in de bus weer binnenkwamen, dus dat was wel hilarisch eigenlijk. En wie is het meest stijf? Onze Zuid-Afrikaan, Reinhard Jansen van Rensburg. Die had het hardste die oefeningen nodig. Hoe is het met jou persoonlijk? Voel je goed? Ja, ik heb best wel eendagskoersen gereden, nou, ook heel het Vlaamse voorjaar gedaan. En voor mij is altijd de Amstel een hele speciale afsluiting van een hele mooie periode. Ik voelde me afgelopen woensdag in de Brabantse Pijl nog goed. Ik had ervan uit dat het vandaag nog steeds zo zal zijn. Wat is bij de start het plan van jullie team? We moeten gewoon proberen om onze drie beschermde renners in de finale te krijgen. En dat op een zo goed mogelijke manier. En in de start moeten we niet verrast worden dat er een grote groep weggaat. Maar in tegenstelling tot andere jaren gaan we ons niet met de vroege vlucht bemoeien. Wij praten met Tom Dumoulin over eventuele kansen als outsider, als Limburgse favoriet misschien wel. En hij tempert dat heel erg. Hij zegt, oh, zo goed ben ik nog niet. Wat vind jij? Ja, ik denk dat het goed is dat hij dat een beetje tempert. Hij heeft echt laten zien dat hij klasse heeft. Hij heeft echt laten zien dat hij een hele goed niveau heeft, ook in de Ronde van het Baskeland. Ik ga hem absoluut verwachten in de finale, maar als je voor de eerste keer zo'n finale doet, dan dat is toch heel anders dan een koers van 200 kilometer. Dus je moet daar ook weer je weg vinden. En als het goed is, gaat het deze keer worden dat Tom daarin terecht komt en laat hopen dat hij ons verrast, maar het is moeilijk om daar een uitslag op te plakken. Jullie gaan zo starten, denk ik. Veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Ciao.